Welkom beste kijkers. Gelukkig is het Amsterdam Museum vanaf vandaag weer open voor publiek. En we zijn er ook met een gloednieuwe aflevering van AM Live. In deze talkshow gaan we elke week met verschillende gasten in gesprek over lopende tentoonstellingen en projecten in het museum. Afgewisseld met live optredens en korte reportages buiten de deur. Vanavond spreken we met kunstenaar Natasja Kensmeel, curator Imara Limon en een persoonlijke favoriet cultuurjournalist Wieteke van Zijl over de tentoonstelling Monument der Regentesse, die morgen opent in de Amsterdamvleugel van de Hermitage. Aansluitend krijgen we een primeur op de opening met een performance door multitalent Rosina Salihu. Ook brachten we deze week weer een bezoek aan een museum om de hoek. En we sluiten af met regisseur en theatermaker Arthur Kneepkens en directeur van het Storytelling Center Arjen Barel over hun zalen in de online tentoonstelling Corona in de Stad. Dit is eigenlijk onze primeur, de eerste keer dat wij samen presenteren aan live. Daarvoor is het wel belangrijk dat we goed matchen met elkaar. Wat is jouw sterrenbeeld? Schorpioen. Ik ben een maagd. Jij weet meer over sterrenbeelden dan ik. Is dit compatible? Een maagd is volgens mij een beetje niet-zeggend sterrenbeeld. Dus, maar misschien zijn we dan wel een match. Nee. De toon is gezet. There. We gaan beginnen. Vrijdag 20 november opent Monument der Regentesse. Een interventie van Natasja Kensmeel in de Amsterdamvleugel van de Hermitage. Het werk van Kensmeel is een tijdelijke aanvulling op de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Jurgen, ik zei net tweede interventie. Jij hebt de eerste interventie gemaakt. En jij houdt eigenlijk niet zo van dat woord. Hoe zou jij het zelf omschrijven? Ja, kijk, de tijdelijke aanvulling, dat vind ik de juiste omschrijving. Een interventie gaat uit van één dominant verhaal waar je een aanvulling op doet of waar je interventie in onderneemt. En wat ik eigenlijk probeerde te doen met Hollandse Meesters Herzien, is dat je een nieuw verhaal vertelt en naast het andere verhaal legt. Zodat die twee verhalen samen één vormen. En interventie in mijn gevoel is daar ondergeschikt aan. Dus daarom hou ik niet van het woord interventie. En Natasja, jij hebt dat, hoe wil je het zelf noemen? Interventie, aanvulling, waar voel je jezelf prettig bij? Ik ben het eigenlijk wel met je eens inderdaad. Dat interventie misschien niet het goede woord is. Maar ja, wat ik heb gedaan is geprobeerd om in dialoog te gaan eigenlijk met de regenten en de regentessen, zeg maar. Het is voor mij, ik zie het eigenlijk als een soort bijdrage. Hmm. Ja. Morgen opent het. Ben je zenuwachtig of ben je helemaal ontspannen? Ik ben nooit helemaal ontspannen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je maakt het negenluik Monuments of Regents. Dat maakte je in 2019 al. Kan je iets vertellen over waar je begint en hoe ontstaat zo'n werk? Ja, ik ben geboren toch Amsterdammer eigenlijk. En dan groei je als kind al op met musea bezoeken en dan zie je die, zeg maar, de schutterstukken en de regentenstukken, dat zijn zeg maar pronkstukken in musea. Dus daar groei je in wezen mee op. En dus ik had al wat langer in mijn hoofd om daar iets mee te doen. Met de vraag van ja, hoe verhoud je je eigenlijk tot maar dit waarom, soort figuren? Waarom zou je er toe moeten verhouden? Het is in principe een afgesloten hoofdstuk, zeggen sommige mensen. Het speelt zich ver in het verleden af. Waarom wil je je daartoe verhouden? Nou, omdat ik denk dat, ik ben sowieso gefascineerd door geschiedenisverhalen en geschiedenisgebeurtenissen. En als ik naar die beelden kijk of als ik de verhalen lees, dan heb ik altijd wel het idee dat er nog iets meer te vertellen valt. Er wordt iets getoond op een bepaalde manier en ik zie het weer op een andere manier. Dus ik kijk eigenlijk heel anders naar de beelden die mij worden voorgeschreven uit geschiedenis en ik vind het ook heel spannend hoe we eigenlijk onszelf voeden met geschiedenisverhalen. Dat het ons vandaag de dag nog vormt en dat we eigenlijk constant in dialoog zijn nog steeds daarmee. Hmm. En ja. Wat is de aanvulling op die geschiedenis die jij bijdraagt? Ik maak er schilderijen en tekeningen over. En dat is mijn manier om zeg maar kritisch te kijken naar een specifieke periode, in dit geval de 17e eeuw, en naar de regenten en de regentessen. En in mijn werk, een rode draad in mijn werk is zeg maar dat het veel over macht en machtsverhoudingen gaat. Hmm. Dat ik machtsstructuren bloot wil leggen. En dat is heel duidelijk zichtbaar in die periode. Je hebt ook een soort, ik ben geen expert, maar een soort grove toonzetting zou je kunnen zeggen in de schilderijen die je maakt. Omschrijf ik dat goed?
Ik vind het eigenlijk beide. Het is eigenlijk een combinatie van verfijnd schilderen, maar ook ja, zeker dat de grove toetsen zitten er ook in, inderdaad. Maar het heeft te maken met hoe ik een schilderij opbouw en hoe dat op een gegeven moment tot stand komt, dat, het, ja, dat je op een gegeven moment een gelaagd beeld ziet. En die combinatie van die twee, dat geeft die gelaagdheid aan het werk? Ja, ik denk het wel. In die schilderij zie je echt hele dun geschilderde details. Soms ook letterlijk het wit van het doek of het zelfs getekend. En andere details is juist weer heel stroperig en heel dik van textuur geschilderd. Je hebt wat beelden uit je atelier meegenomen. Kan je omschrijven wat we zien? Ja, je ziet geschiedenisboeken, je ziet aanzichtkaarten, afbeelding van kunstwerken, van schilderijen, oude meesters en je ziet oude fotografie. Het is een heel eclectische verzameling eigenlijk. Zijn dat al je inspiratiebronnen? Het is niet al mijn inspiratiebronnen, maar het zijn wel, deze beelden zijn wel voor mij wel heel belangrijk om bijeen te brengen in mijn atelier, omdat het samen toch een soort van, inderdaad, een soort van encyclopedie vormt voor mij aan beeld. En voor mij als kunstenaar is het gewoon heel belangrijk om me visueel te voeden, zeg maar, om tot een eigen beeld te komen. We komen zo direct bij je terug, maar ik wil mijn volgende gast introduceren. Cultuurjournalist Wiedeke van Zijl schrijft onder andere voor de Volkskrant Oog voor Detail, een van mijn meest favoriete rubrieken uit de krant. Ik ben fan, maar dat weet je als het goed is al. Fijn dat je er bent. Je hebt al eerder geschreven over het werk van Natasja ook. En wat is het dat jou aantrekt in het werk dat Natasja maakt? We doen net alsof je er niet bij staat, hè? In één woord. Nee. Dat is heel... Daar zou ik heel lang over kunnen praten. Maar ik denk dat wat ik heel knap vind aan het werk is dat eigenlijk de verf zelf het meest vertelt. En haar techniek is fantastisch. Haar palet is ongelooflijk herkenbaar. En zij heeft duidelijk de geschiedenis, maar ook leven en dood en omgang met de geschiedenis tot onderwerp. En in deze serie van de Regentesse, waarvan ik ook al werken, een paar werken heb gezien, merk je dat gevoel dat er nu is, de geschiedenis lijkt in steen gebeiteld. Want wij krijgen al die beelden mee. En dat al die beelden tezamen vormen het gezicht van de macht van vroeger, hè? Die mooie regenten. Alleen, niet alleen dat, maar andere, overal om ons heen krijgen wij de geschiedenis aangereikt. En ik denk dat voor een deel gaan de portretten van Natasja daarmee ja, in gesprek. Ik voel het bijna niet toereikend om dat zo te zeggen. Maar ze laten zien hoe weinig het eigenlijk in steen gebeiteld is. Dus hoe wij elke keer opnieuw die geschiedenis moeten bevragen. En elke keer opnieuw ons een beeld vormen van de geschiedenis. En dit klinkt nu heel abstract, maar als je naar een zo'n portret kijkt, en ik heb dan een detail van een hand van een van de regentessen, bijna levensgroot voorbeeld, beschreven, dan zie je dat bijna lijkt te smelten of af te brokkelen. En daar zit zoveel emotie in. Of dat roept zoveel emotie op, althans bij mij als kijker. Dat je het bijna niet één op één kan verwoorden. Het is meer die verf werkt. En die verf die vertelt dat er altijd meerdere nuances zijn. Om te kijken naar bijvoorbeeld macht. En dat is niet alleen de macht van de regenten in de 17e eeuw. Dat is ook de macht van de vrouw. En de plek van de vrouw in de geschiedenis. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond, is die twee, om even een voorbeeld te noemen van twee regentenportretten die ze heeft geschilderd, Johan de Witt en Wendela Bicker. Toen ik daarover wilde schrijven, dacht ik, nou ga ik even die portretten opzoeken waar ze dan op geïnspireerd is. Dus ik ze Google. En ik kon ze gewoon niet vinden. En had ik het grote geluk dat ik Natasja zelf kon vragen van, joh, welke portretten waren dat waarop je had geïnspireerd? Toen begon je meteen te lachen aan de telefoon. Waarom moest je dat zeggen? Ja, omdat ze niet te vinden zijn. Nee, ze bestaan niet. Ze bestaan niet. Nee, ze bestaan niet. En dat is heel interessant. Want wat ze eigenlijk doet, is al wat we net hebben gezien aan de foto's in het atelier. Al dat materiaal, onze gezamenlijke collectieve geheugen van de geschiedenis, dat daarmee laat ze eigenlijk zien. Dus ze baseert zich op meerdere regentenportretten. Bijvoorbeeld voor die Wendela Bicker. Die bestaat eigenlijk uit allerlei elementen van verschillende oude portretten.
die ze dan opnieuw beeld geeft. En daarmee laat ze ook zien van we hebben dus een idee van hoe het huwelijksportret hoort te zijn. Hoe een vrouw eruit hoorde te zien. Wat de macht was in de 17e eeuw. En dat, daar speelt ze mee en dat zet ons weer aan het denken. Dus enerzijds speelt het in op onze actualiteit waarin we opnieuw over de geschiedenis leren nadenken. Aan de andere kant voegt het daar ook iets aan toe door te laten zien het is niet zo zwart. Daar wil ik wat over vragen. Want ja. Bij Hollandse Meesters Herzien, die eigenlijk vorig jaar de hele discussie over de term Gouden Eeuw heeft losgemaakt, yes. Was een van de kritiekpunten. Je bent bezig door middel van kunst de geschiedenis te herschrijven. En de geschiedenis moet niet herschreven worden. Okay, we zijn constant bezig met de geschiedenis herschrijven en betekenis geven. Want we kunnen nooit de volledige werkelijkheid van vroeger achterhalen of laten zien. Al zouden we het wel kunnen. Het wordt altijd geabstraheerd en wij zijn altijd aan het cherrypicken. En voordat je het weet, ben je vanuit je eigen belangen aan het schrijven over wat belangrijk was vroeger. En zo hebben we hele aspecten gemist. Dat is natuurlijk ook wat Imara heeft toegevoegd aan met de new narratives. Om op meerdere manieren zoveel mogelijk, zo breed mogelijk en meer stemmig mogelijk perspectief op die geschiedenis te krijgen. Maar mensen willen toch vasthouden aan de geschiedenis die ze kennen, die ze geleerd is, die soms voortgekomen is uit inderdaad een bepaald belang. Ja. Hoe zorg je ervoor, en met je werk in de Volksstand ben je daar ook al mee bezig, met het opnieuw duiden van details, maar ook van stroming en bewegingen in de kunst. Maar hoe zorg je nou dat het breed geaccepteerd wordt dat de geschiedenis geen vaststaand neutraal feit is? Dat is een hele lastige vraag die ik niet in één keer kan beantwoorden. We hebben allemaal de neiging om dingen te willen snappen. En als je iets wil snappen, moet je het vaak al abstraheren. Dan zet je het in een hokje en een vakje. En dan, zo is het of zo is het. En dan zet je die tegenover elkaar. En we leven nu in een tijd waarin die oordeelvorming, dat iets willen snappen, nog meer wordt opgejaagd. Je bent of dit of dat. Terwijl, en daarin vind ik dat de kunst een hele grote rol speelt. Want je hebt bronnen uit het verleden, die je helpen de geschiedenis te schrijven. Maar kunst laat ons eigenlijk altijd zien dat woorden nauwelijks toereikend zijn. Dat er altijd meer manieren zijn om te kijken. En ik ben er ook van overtuigd dat dit werk van Natasja, dat overleeft alle discussies die we nu weer hebben. En dan gaan we over 50 jaar weer weer een ander aspect in zien wat we eruit kunnen halen, wat we nu misschien nog niet zien. Dus ik denk dat als we heel klein beetje gaan proberen om te realiseren dat ons kennen beperkt is, dan helpt het al. Maar er is dus geen eenduidig antwoord. Nee, en die realisatie dat ons kennen beperkt is, is volgens mij de sleutel. Ik denk dat kunst ons helpt dat te accepteren en daar ook mee aan de slag te gaan, zodat je constant nieuwsgierig kan blijven naar wat er misschien nog meer te zien en te kennen en te genieten is. En als ik dan nog heel even mag inhaken op die meer stemmige geschiedenis waar we het nu over hebben, ben ik eigenlijk ook, Natasja, wel heel erg benieuwd wie we zien op de portretten die jij geschilderd hebt en hoe jij naar hen kijkt, naar de vrouwen, de regentessen. Ik heb verschillende regentessen per portret zeg maar genomen om te schilderen. Ik heb onder andere Maria Munter genomen of Sarah Wolfhard, die Frans Hals heeft geschilderd. Maar ook regentessen die niet bij naam worden genoemd, want vaak worden ze niet echt bij naam genoemd. Die Johannes Versponck wel heeft geschilderd of Van der Helst. Nou ja, goed, en die samenstelling van verschillende gezichten, dat maakt, ja, dat heb ik in mijn schilderij tot één, ja, soort archetype beeld van een regentesse willen neerzetten. Ja, want als ik het goed heb begrepen, dan als jij begint met schilderen, dan schilder jij eigenlijk allerlei verschillende gezichten over elkaar heen. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Omdat ik tijdens het schilderproces is dat voor mij gewoon heel belangrijk. Omdat het, ja, als ik een beeld schilder en weer wegschilder, dan laat het sporen na en dat gaat weer een dialoog met een nieuw versie of beeld wat ik eroverheen schilder. En zo bouw ik zeg maar een schilderij op wat dan ook gelaagdheid heeft en wat tegelijkertijd ook die gelaagdheid van de geschiedenis van die vrouwen wilt weerspiegelen. Zeg maar. En Imara, jij bent als curator van het Amsterdam Museum verantwoordelijk voor deze tentoonstelling. Je hebt hem gemaakt samen met Natasja. Is deze gelaagdheid waar ze over spreekt ook de reden dat jullie haar hebben gekozen voor de tweede interventie die geen interventie genoemd mag worden? Ik denk dat die gelaagdheid en aan de ene kant de herkenning van elementen die je ziet, de houdingen, de kleding, uitdrukkingen en ook de hele composities van hoe die personages zich tot elkaar verhouden op zijn schilderij,
Dat verwijst ook naar die geschiedenis aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het ook heel anders. Je herkent soms gezichten niet, de kleuren zijn heel anders. Dus die vergelijking vond ik al interessant om het daar zo mee samen te voegen. Omdat je blijft heen en weer kijken. En het is natuurlijk niet zomaar voor de grap, het heeft ook een heel serieuze ondertoon. En het mooie is dat je echt zelf wordt uitgedaagd om te kijken, wat is dan die ondertoon? En zoveel mogelijk kunt denken, wat vind ik daar zelf van? En als curator denk je natuurlijk al snel, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want als je kijkt naar die plek, die Amsterdam Museum Vleugel in die Hermitage, dat is een enorme grote zaal. En daar hangen allemaal grote groepsportretten van 17e eeuwse, bijvoorbeeld schutters. En dat zijn allemaal groepen mensen die samenwerkten, die een rol hadden in de maatschappij. En die zijn er ook niet zomaar op die portretten gekomen, want die hebben zich laten portretteren. En dat is ook een gegeven waar je misschien wel achterkomt als je heen en weer gaat kijken. Ik denk dat als je in die zaal komt zonder dat er hedendaags werk tussen hangt, dan heeft het iets vanzelfsprekends. Het hangt daar gewoon en je kijkt naar de pracht en praal. De mensen stralen trots uit, prachtige kleren. En dat is het. En dan denken we, wat een mooie tijd was dat toch. En door er iets anders tussen te hangen, dan kijk je echt naar, maar misschien was er wel meer. Wat was dat precies? Ging dat dan over de thema's die jou misschien zelf bezighouden? Familierelaties, man-vrouw relaties, het koloniale verleden. Maar ook heel erg als je geïnteresseerd bent in schilderkunst, dan kijk je misschien wel echt juist naar, hoe is dat dan precies geschilderd? Je kunt heel dichtbij komen. En ik denk dat een van de mooiste dingen is dat je het zo tussen die werken ziet. Je ziet het ertussen. En omdat het schilderkunst is en dat het allemaal aan die kant en achter je is, word je er helemaal ingezogen. Je weet natuurlijk niet hoe dat eruit komt te zien. Als je het aan het bedenken bent, kun je leuk bedenken hoe het eruit ziet. Maar toen echt die zaal binnenstapte, toen voelde ik echt dat hele overweldigende van zowel die oude schilderijen weer als Natasja's werk. Omdat het beide zoiets krachtigs heeft. Kan niet, maar jij hebt het gezien als het goed is, hè? Zeker. Hoe komt het enorm indrukwekkend. Sowieso gewoon de hele vleugel waar je in staat is al heel indrukwekkend zonder de kunst. En dan met die groepsportretten van de 17e eeuw en Natasja's werk ertussendoor. Ik vond het echt heel overweldigend. En ook, daar heeft Natasja nu nog niks over verteld, maar we hebben toen lang gesproken ook over jouw fascinatie met leven en dood. En hoe dat ook eruit springt als je naar de schilderijen kijkt. Want zijn dit levende mensen? Zijn dit skeletten waar ik naar kijk? Dus het voelt eigenlijk alsof jij naar de geschiedenis kijkt, maar de geschiedenis kijkt ook terug naar jou. Ja, ja. Natasja, de laatste vraag voor jou. Waarmee, als je de bezoeker de tentoonstelling verlaat, hè, met welk gevoel of met welke gedachten moeten ze de expositie verlaten? Ja, dat is voor ieder zichzelf. Imara, je bent erg druk bezig geweest. Dus naast de tentoonstelling van Natasja ben je ook bezig met de expositie Refresh. En daarbij werk je samen met 25 kunstenaars, toch? Kan je daar iets meer over vertellen? Refresh Amsterdam, inderdaad met 25 hedendaagse kunstenaars en collectieven. Werken we samen met 7 partners in de stad om echt die verhalen van de stad opnieuw te vertellen door hun ogen. Dus hoe zien zij Amsterdam? Je kennen allemaal de oude verhalen over de stad. Een fantastische stad natuurlijk. Maar hoe zien deze 25 kunstenaars de stad? En het gaat specifiek over, kun je hier je plek wel vinden? Het is ook heel persoonlijk. Niet eigenlijk hun eigen leven, maar echt over wat signaleren zij. Van migratieverhalen tot aan eenzaamheid in de stad, mentale gezondheid, allerlei thema's. Mooi. En wanneer opent de tentoonstelling? Vanaf 11 december dit jaar is de tentoonstelling te zien heel hier. Snel. Volgens mij kom je dan hier ook weer terug om erover te vertellen. Dat hopen we wel. Rosina Saliu is een multidisciplinair maker, maar woorden zijn de basis voor al haar uitingen. Het vertellen van verhalen is voor haar essentieel, want, zo zegt zij, verhalen brengen mensen bij elkaar. Naast schrijven en performen is ze ook organisator van onder andere Art Harder, het platform voor woordkunstenaars. We vroegen Rosina om op haar eigen manier reactie te geven op de tentoonstelling van Natasja Kensmil. En vanavond hebben wij voor jullie de primeur van haar performance opgenomen in de Amsterdam Vleugel van de Hermitage. Wanneer ben je goed of slecht? Als ik het daarover heb en die vraag op de 17e eeuw betrek, denk ik het antwoord wel te weten. Wanneer ik over de eeuw die goud wordt genoemd in de algemeenheden zou spreken, zou ik zeggen dat het zijn sporen heeft achtergelaten. In de harten van nabestaanden, in de blauwdruk van deze maatschappij, in de straten van de stad, in gesprekken tussen jou en mij. Zij spreekt van een fascinatie.
Dat ze zich vaak afvraagt wat de mens nou goed of slecht maakt, maar ze schildert liever dan ze praat. Dus met penseel gewapend ontstaan er familiewapens van vrouwen die er ook waren. Claimde je zo'n wapen, dan hoorde je erbij. Laat dat nou net zijn wat we allemaal willen. Dus misschien is er nog niet zo gek veel veranderd. Aangezien we nog tattoos zetten als we bij een bende willen horen. Nog steeds in dezelfde t-shirts lopen, dezelfde tote bags kopen. We laten nog steeds graag zien wie we wel en vooral niet zijn. Presenteren de kanten waar we trots op zijn, die we goed mogen noemen. Nog zo onschuldig als we zijn geboren, maar ook foto's vergelen door de tijd heen. Ook penselen worden krokant als ze te lang liggen. We hebben meerdere gezichten. En zij schildert ze allemaal. Over elkaar heen, zodat het perfecte gezicht ontstaat. Maar niet alleen de mooie kant, maar ook de verontrustende zijde naar de oppervlakte mag drijven. Want als we eerlijk blijven, ging deze tijd daarmee gepaard. Zette de mens zichzelf constant centraal. Wilden we alles in kaart brengen. We tekenden lijnen rond onbegrensde plekken. Laat de lijnen op deze schilderijen dan weer vrijheid creëren. Want dat is ook de wereld. Dat iemand met een achternaam die zoveel pijnlijke geschiedenis draagt, nu tussen deze schilderijen hangt. Gebruikt ze titaniumwit, omdat dat het meest dekt, maar nooit zwart uit een tube. Want echt zwart krijg je pas als je alle kleuren mengt. En dat is het leven, toch? Een mengvorm tussen goed en kwaad, constant schipperend op de lijn daartussen. Want zonder die lelijke geschiedenis hadden wij in deze vorm misschien niet eens bestaan. Ik denk dat het erom gaat dat we praten blijven, niet wegkijken. Dat de verhalen die zo lang op de achtergrond stonden nu gewoon verteld worden. En dat we ons af blijven vragen wie we aan het woord laten, zodat de geschiedenis meerzijdig verteld wordt. Een tussenkomst, noem het interventie. De excellentie van een nieuwe generatie praters, gewapend met pen, penseel en stem. Persoonlijk vraag ik me niet zozeer af wanneer iets goed is of slecht. Maar eerder op welke manier het verhaal wordt verteld. Ja, dat was ontzettend indrukwekkend. Wieteke, je eerste reactie als je dit ziet? Ja, ik ben er even een beetje stil van. Omdat ik het prachtig... Ik hou van spoken word. En zij gaat in op... Ze brengt het tot leven door haar intonatie, door haar ritme, door haar woorden. En ze brengt ook echt de verf zelf. Ze gaat heel erg in op het materiële. Wat ik mooi vind, is je ziet haar zo bewegen in die ruimte. Tussen beelden die gemaakt zijn om te voelen alsof ze levend zijn. Hè? Ik bedoel, schilderijen waren bedoeld om iemands leven te verlengen. En dat is precies ook het onderwerp van Natasja's schilderijen. En leven, en in hoeverre leeft het. En ook de aftakeling daarvan, die dus niet zichtbaar werd gemaakt. Ja. En dat is zo fantastisch om zo te switchen van haar gezicht en haar woorden naar die prachtige beelden die heel erg levend voelen. Ook als je ze op film ziet, op die schilderijen. En dan Natasja's schilderij, waarbij je ziet dat het afbrokkelt. En dat je het zelf in je hoofd weer kan opbouwen. Dat vind ik prachtig. Mooi. Imara, heeft Rosina inderdaad onder woorden gebracht wat je in gedachten had toen je de tentoonstelling cureerde? Nou, wat ik heel mooi vond was die, inderdaad, dat je hoort haar vertellen. Het is zo mooi poëtisch. En tegelijk verbeeld ik me ook alweer wat ik me herinner. Inderdaad, die wapenschilden. En dan denk ik, oh ja, dat waren die en die. Dus het is heel beeldend en geluidsvol. Dat is geen woord. Tegelijk. Ik vond het mooi, die combinatie en die plek. Ik wou dat ik daar was. Ja. Natasja, tenslotte, doen de woorden recht aan je schilderijen? Ja, het was trouwens een hele leuke ontmoeting met Rosina. En we hebben best wel een tijd staan praten in de zaal. En ze was een en al luisterend oor. En ik vind het resultaat ook heel erg persoonlijk naar haar toe zelf gemaakt. Dus dat vind ik best wel knap. Dat ze, zeg maar, deels inhoudelijk wat ik wil met mijn werk, dat ze dat vertelt. Maar ook dat vermengt met haar eigen beleving, hoe zij het ziet en hoe zij erover nadenkt eigenlijk. Dankjewel. Dankjewel voor je komst, Imara, Wieteke en natuurlijk Natasja in het bijzonder. Morgen opent de tentoonstelling Monument der Regentessen in de Amsterdam-vleugel van de Hermitage voor bezoekers en is te zien tot volgende zomer. Dus reserveer je tijdslot via onze website.
Deze week mochten we weer op bezoek bij een museum om de hoek. En ditmaal reisden we af naar de Molen van Sloten. Een van de nog werkende molens in Nederland waar je ook naar binnen kan. Mijn naam is Jolanda Edema en ik ben vrijwilligster bij de Molen van Sloten. De molen is gedeeltelijk meer dan 170 jaar oud en is 30 jaar geleden opnieuw opgebouwd hier op deze plek. Het is een nog werkende poldermolen. Op de peilschaal is te zien dat dit gebied hier zo'n 2 meter onder NAP ligt. En de molen pompt het water vanaf hier naar de ringvaart aan de andere kant en helpt zo mee de voeten van de inwoners van Amsterdam best droog te houden. Tijdens de rondleiding neemt de gids je mee de hele molen door, helemaal van onderaan tot hier bovenaan in de kap van de molen. Op de stelling kun je vaak de molenaar aan het werk zien. De Molen van Sloten ligt in het voormalige dorpje Sloten, wat nu bij Amsterdam hoort, maar ouder is dan Amsterdam zelf. En je kunt hier een prachtige wandeling maken langs onder andere het kleinste politiebureautje van Nederland, het dorpspleintje met de dorpspomp en de bandpaal. De molen is 7 dagen per week open voor bezoekers en van 12 tot 4 wordt er op elk heel uur een rondleiding gegeven. Wel graag even reserveren. Ook liefhebbers van Rembrandt komen aan hun trekken in de molen. Rembrandt was namelijk zelf een molenaarszoon en had goede connecties met Sloten. Daarom is er in de molen op de Rembrandt-zolder een presentatie met beelden van diverse Rembrandt-personages te zien. Gelukkig is ook nu de Molen van Sloten weer open. Tickets voor de Molen van Sloten kan je krijgen op molenvansloten.nl. Hoe geven we de persoonlijke verhalen over de beleving van de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis een podium? Theatermaker Arthur Kneepkens en beeldend kunstenaar Merel Noorlander maakten samen met 7 communities en 12 kunstenaars een postercampagne. En cureerden de zaal hashtag hoe gaat het echt met je voor de online tentoonstelling Corona in de Stad. Een andere zaal, Stemmen uit Nieuw-West, werd gecureerd door Arjen Barel. En dat legt de focus op de ongehoorde stemmen van dit stadsdeel. Arthur, Arjen, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Om maar met de eerste vraag te beginnen. Hoe gaat het nou echt met je? Ja, het gaat eigenlijk met mij puur persoonlijk best wel goed. En persoonlijk en zakelijk vind ik altijd wat moeilijk om echt van elkaar te scheiden. Mm-hmm. Dat is ook een soort luxe, als je dat kan. En daar is het een mengsel van hele mooie en hele spannende dingen. Ja. Komt deze maanden wel rustig door of is het toch een grote mate van onrust die van binnen broeit? Ja, het laatste is het wel, ja. Hmm. bij de zalen van jullie allebei, geef een podium aan stemmen die we gewoon niet vaak horen. En dan iedere zaal natuurlijk op hun eigen manier. Jullie hebben dat gedaan met kunstenaars. En Arjen, jij bent op pad gegaan om die ongehoorde stemmen te vinden. Hoe pak je dat nou aan? Nou, kijk, de mensen, de stemmen die je hoort in de zaal, dat zijn mensen waarmee we al wat langer werken in verschillende programma's, zoals de Gouden Mannen. De Gouden Mannen is een programma wat inmiddels over de hele stad plaatsvindt om mannen in een sociaal isolement eigenlijk weer uit dat sociale isolement te halen. En storytelling, het vertellen van verhalen, delen van verhalen, is een methode die we daar ook mee gebruiken. En dus de mannen die we dus inderdaad, de verhalen die we hebben opgehaald, dat is op dit moment vooral van die mannen. Daar komen ook nog wat vrouwen bij binnenkort. Maar dat zijn mannen waar we dus al een behoorlijke vertrouwensband mee hebben opgebouwd. En op die manier kunnen we dus ook heel dichtbij ze komen en heel dichtbij deze verhalen. En dus het ophalen, dat gebeurt dus inderdaad echt door met die mensen te werken en ook echt oprecht geïnteresseerd te zijn in hun leefwereld. En waarom zijn zij bereid om hun verhalen met de wereld te delen? Omdat ze ook toch wel het gevoel hebben van ons verhaal doet er ook toe. Ik was laatst dus inderdaad, dat zijn de beloofde vrouwen, ik was laatst bij een groep Marokkaanse vrouwen, allemaal, zeg eventjes op leeftijd, 60 plus. En die hebben heel erg zoiets van, ons verhaal bestaat niet
We kijken naar televisie en we horen ons verhaal niet. Wij willen zo graag ons verhaal vertellen. Dus die verhalen gaan we binnenkort ook ophalen. Nu door de coronacrisis durven ze even niet bij elkaar te komen. Van de zomer durfden ze dat wel, maar ja, toen waren wij nog niet met onze apparatuur daar. Dus, maar zij hebben heel erg het gevoel van wij moeten ook gerepresenteerd worden. En dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Want... Ja, ze worden ook gezien binnen de gemeenschap als de ruggengraat van Nieuw-West eigenlijk. Al die vrouwen die die samenleving gaande houden. Zeker. Die worden inderdaad niet genoeg gezien en krijgen niet genoeg credits. En zeker in dit soort debatten merk je niet wat er in die gemeenschappen ook echt leeft. En natuurlijk, voor deel leeft daar exact hetzelfde als in elke andere gemeenschap. Hè? De angst, de verveling, de vragen die mensen stellen. Maar ja, als je nou bijvoorbeeld met zo'n groep Marokkaanse vrouwen, die hebben familieleden in Marokko verloren en kunnen daar niet heen voor de begrafenis vanwege de reisbeperkingen. Ja, dat is natuurlijk iets wat een autochtone Nederlander, wat dat ook mogen zijn, natuurlijk niet zo meemaakt. Maar ook andere dingen, geloofsovertuigingen die daar ook een rol in spelen. Ja, dat zijn wel hele interessante verhalen. En dat zijn ook verhalen die de stad maken. Dat zijn Amsterdamse verhalen. Ja, die van belang zijn natuurlijk. Arthur, je hebt iets totaal anders gedaan. Jullie hebben een postercampagne ontwikkeld. Dat heb je samen met Merel gedaan natuurlijk. En waar we vroeger op de Abris reclameuitingen zagen, zijn ze nu opeens dragers van kunst geworden. Waarom hebben jullie voor die strategie gekozen? Omdat heel veel normale communicatie en manieren van samenkomen, die waren opeens niet meer mogelijk. Dus we dachten, hoe kunnen we die uitwisseling in de stad alsnog organiseren als een fysieke samenkomst niet mogelijk is? En toen bedachten we om de stad zelf als podium te gebruiken, als één grote tentoonstellingsruimte. En om die stemmen uit verschillende hoeken en plekken van de stad, om die door de hele stad te verspreiden via die posters. Zodat ze er ook altijd zijn en niet alleen maar dinsdag om 3 uur en dan zien we elkaar. Ze zijn er gewoon zolang ze er hangen. Ja. Je hebt een aantal voorbeelden genomen. Hoe ben je te werk gegaan om de juiste woorden op de juiste plek te laten hangen? De juiste woorden is inderdaad een heel gevoelig proces geweest. Waar wat ook een soort spel is tussen de kunstenaar die in gesprek gaat met verschillende mensen uit de communities waar ze vaak al wat langer actief zijn. Maar wat toch ook de hele tijd is, het is vaak een langer gesprek. Iemand spreekt een uur of wat langer. En dan moet daar 1 of 2 of 3 zinnen uitkomen of een gedicht. En dan gaat die kunstenaar terug en dan zegt hij, klopt dit? Ja, dat klopt wel. En dan wordt uiteindelijk het ontwerp gezien van, oh, dat is wat mooi, die poster ziet er zo uit. Oh ja, maar eigenlijk dit woord zeg ik toch liever niet. Maar dat heb je toch gezegd, ja, maar ik ben bang dat iemand denkt dat ik dit bedoel. En dat bedoel ik eigenlijk niet. Ah, oké, dan moeten we toch terug naar de ontwerper. Hij vindt de ontwerper niet leuk. Maar... Ja, en zo, dus het is een mooie onderhandeling over hoe iemand gerepresenteerd wil worden. Hmm. Kan je iets vertellen over de type communities waar jullie mee samen hebben gewerkt? Ja, het zijn er 7 verschillende. Die ook dus hele andere manieren gedefinieerd zijn. En we hebben eerst hebben Merel en ik een soort algemeen principe proberen te formuleren van welke stemmen zouden dat dan moeten zijn. En we hebben gezegd, het moeten stemmen zijn die misschien minder gehoord worden. Het moeten stemmen zijn die misschien niet bij de nationale talkshows elke avond aanschuiven. Maar laten we vooral niet die stemmen presenteren als waren ze zielig en slachtoffer en met alleen maar de afhankelijkheid van het gemarginaliseerd zijn. Ik ben heel benieuwd over welke communities je het dan hebt. Wie zijn ze? Het gaat over sekswerkers, over alleenstaande ouderen, over in-betweeners. Wat zijn dat? Dat heb ik al geleerd hoor, wat in-betweeners, wat in ieder geval Fouad Lakbir en Luan Bouleskaï gebruiken, dat woord, om het te hebben over mensen die zich zowel in-between fases in hun leven bevinden, vaak tussen school en werk. Vaak ook die zich bevinden in tussen verschillende culturen. Hmm. En zichzelf, die dat soms ook wel omarmen, die in-betweenheid. Dus even kijken, dat is een groep waarmee waar gesproken is. Er zijn ook kunstenaars die hebben gezegd, we vinden deze plek, dit plein in Oost, het Krugerplein, waar
echt een hotspot van gentrificatie is. Waar dus ook heel veel verschillende mensen samenkomen. En ze zeggen, we kiezen deze plek als gemeenschap. En iedereen die hier voorbij komt in de uren dat we er staan, is onze gesprekspartner, is onze community. Een plek waar ze veel werken. En een kunstenaar heeft gezegd, ik ga hier de plek waar ik woon, vanuit daar ga ik wandelen en ga ik zien wie ik tegenkom in Heesterveld, op het Anton de Komplein, bij Hart voor de K-buurt. Dus zo heeft eigenlijk Rachel Rumai Diaz heeft gezegd, ik wil graag vrouwelijke kunstenaars aan het woord laten. Want die worden veel te weinig, komen die aan bod. En de vraag, hoe gaat het nou echt met je vandaan? Eigenlijk was dat, toen wij begonnen, wij zeiden, dit is misschien wel een van de weinige positieve dingen die voortkomt uit deze coronacrisis, is dat we elkaar die vraag wat vaker stellen. Dat we iets meer gewend zijn als we ofwel privé of met werk samenkomen, dat we een check-in doen. Of dat we vragen met welke energie zit je nu in deze Zoom-vergadering. Of dat je aan je buren vraagt, kan ik iets voor je meenemen? Ik durf weer de supermarkt in, wat kan ik voor je doen? Heb je wat nodig? En dat element wilden we eigenlijk als vertrekpunt nemen. Nog heel eventjes terug naar Arjen. Jij bent in Nieuw-West gedoken eigenlijk om verhalen te verzamelen. Waarom heb je voor Nieuw-West gekozen om dat te doen? Ja, we zijn niet zozeer in Nieuw-West gedoken, want wij zitten in Nieuw-West. Als organisatie zitten we in Nieuw-West. En dat is eigenlijk onze natuurlijke habitat. Mm-hmm. We hebben daar zoveel contacten op heel veel verschillende niveaus, in verschillende lagen, maar ook echt in de haarvaten. En voor ons is het dus inderdaad belangrijk om dat ook echt te kunnen aanspreken. En daarom zeg ik, we zijn er niet in gedoken. Misschien zijn we er 10 jaar geleden in gedoken. Maar die ervaring we 10 jaar lang opgebouwd hebben, dit netwerk wat we op hebben gebouwd, dat kan je hiervoor gebruiken. Want dat is denk ik iets heel belangrijks. Om dit soort verhalen op te halen, moet je niet ergens even invliegen en weer uitvliegen. Je moet er onderdeel van zijn. En ja, ik durf toch wel te zeggen, dat jullie onderdeel ervan zijn nu? Wij zijn onderdeel van Nieuw-West. Ik zal niet zeggen dat we onderdeel van elke gemeenschap zijn, maar wij zijn onderdeel van Nieuw-West. Je hebt een audiofragment meegenomen. Ja. Dus daar gaan we even naar luisteren. Dan ik doodgaan, ik stuur naar India mijn lichaam. Omdat ik woon in India. Hier heb ik niks gezellig, ik heb problemen aan. Nee, ik ga naar India, ik leef in India. India is dood. In India is dood, niet hier in Europa of zo. Ja, een ontroerend audiofragment vind ik het. Emotioneel, thema ook. Kan jij iets vertellen over wie we hier horen spreken en wat context geven aan dit fragment? Zeker. Dit is Diwan. Hij is Indiër. Hij is op een gegeven moment hier in Nederland terechtgekomen. En heeft hier enigszins inderdaad een leven opgebouwd. Maar ja, je merkt gewoon uit zo'n fragment hoe die band met India er nog steeds is. Overigens is dit fragment opgenomen. Ik heb het gemonteerd, maar door Erik Bout, die ook met deze mannen werkt namens Storytelling Center. Dus en dat vond ik ook het mooie van dit fragment. Hè, dat deze man zich zo kwetsbaar durft op te stellen. Want dit is ook vaak een groep waarvan we natuurlijk het idee hebben, hè, dit zijn mannen die laten geen emoties zien. Maar als je dat vertrouwen wint en even met ze in gesprek gaat en ook wat vragen stelt, dan krijg je dit soort antwoorden wel en wat ze echt bezighouden. En ja, en voor mij, ja, ik vind het zelf ook een, het heeft ook iets triests van, ja, ja, ik ben hier. Het gaat niet alleen maar om zijn band met India, begreep ik, maar ook over het thema eenzaamheid eigenlijk. Zeker, en dat zeker. Hij zich dus niet geworteld en misschien ook niet gezien voelt in exact, Nederland. Exact, dat is wat dit fragment natuurlijk zegt. Hè, ik heb hier niemand waar ik echt zodanig aan gehecht ben dat ik hier wil blijven, ook na mijn dood. Ja, ik zeg het wat plastisch, maar dat ontroert mij in zo'n fragment. En zo zitten er meer van dat soort fragmenten in. Het mooie vind ik ook, hè, het is niet in perfect Nederlands, want deze man die spreekt geen perfect Nederlands. Mm-hmm. Maar ook dat vind ik dat je moet laten horen. En natuurlijk hadden we ervoor kunnen kiezen om een acteur deze woorden te kunnen laten herhalen. Maar nee, ik wil dat. Mm-hmm. Ik vind het mooi dat het echt uit de bron komt. Want dit voel je, dit komt recht uit het hart.
En dan wil ik nog heel even terug op het onderdeel zijn van Nieuw-West. Want inderdaad, een heel persoonlijk en ontroerend verhaal horen we hier. Maar hoe kom je eigenlijk zo dicht bij die mannen? Want je zei al, nou, in de groep delen ze dat wel. Maar hoe krijg je ze zover om dat ook te delen met jou en ook op te nemen? Wij werken echt met deze mannen. Hè? Dus Diwan, daar heb ik echt 12, 13 weken elke week meegewerkt. En ontmoet samen met Erik, die dus dit opgenomen heeft. Erik heeft zelfs nog langer met ze gewerkt. Vlak voor deze opname zat ik weer in een Zoom-sessie. Want ook de Gouden Mannen zijn nu even online. Dus ik heb nu net ook weer gezoomd met een aantal mannen. En het bijvoorbeeld over het thema schaamte gehad. Ja, en ook dan komen de mooiste verhalen naar boven. Vorige week hebben we het over vriendschap gehad. Mm-hmm. En het mooie is, het is ook niet zo dat ik dan aan het woord ben. Zij zijn vooral aan het woord. En ze leren mij fantastische dingen. Wist jij bijvoorbeeld het verschil tussen een broervriend en een goedendagvriend? Nou, dat is toch fantastisch. En zo ga je met elkaar in gesprek. En met nadruk op met elkaar. Ja, dankjewel Arjen, Arthur, voor jullie verhalen. We gaan kijken online. De online tentoonstelling die blijft namelijk nog altijd groeien. En je kan ook nog steeds verhalen insturen. Meer informatie hierover kan je vinden op de website coronainestad.nl. Nou, dit was hem weer. Dit was AM Live voor deze week. Dank aan onze gasten en natuurlijk iedereen thuis ook bedankt voor het kijken. Op zondagochtend om 10:00 bij het ontbijt en maandagavond 10:00 s'avonds is deze uitzending terug te zien bij Salto. En natuurlijk wordt er ook weer een podcast gemaakt van deze uitzending. Die kan je vanaf morgen beluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. En volgende week donderdag natuurlijk weer een nieuwe uitzending van AM Live, waar we het onder meer gaan hebben over kastkijkers. Tentoonstelling in het kader van 500 jaar jeugdhulp. Ja, en ook gaan we weer met diverse gasten in gesprek over de aankomende tentoonstelling De Gouden Koets. Waar we de relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië verder uit gaan diepen. Ik hoop jullie volgende week te zien. Tot dan.